Beste inwoners van Gooise Meren, normaal gesproken hadden we de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gevierd in de kazerne in Muiden dit jaar. En hadden we ook op 1 januari hier op het strand van Muidenberg de nieuwjaarsduik weer gedaan. Maar dat kan allemaal niet vanwege corona. Dat houden we allemaal nog te goed. Begin dit jaar hebben we elkaar ook een heel mooi goed 2020 gewenst. Niet wetende dat een paar maanden daarna inderdaad de coronacrisis doorbrak. En iedereen heeft zich zo'n beetje moeten aanpassen aan die situatie van de corona. En dat is niet altijd even makkelijk gegaan. En dat duurt nog steeds voort. Maar wat wel is, is dat het vaccin er nu aankomt. En dat er dus licht in de tunnel te zien is. En het kan nog even duren, maar nog even de tanden op elkaar. Mijn naam is Barbara Boudewijnse. Ik ben wethouder in deze gemeente. En ik heb de eer om u vandaag toe te spreken. Het is natuurlijk een beetje een aangepaste situatie door corona. Normaal gesproken zouden we u uitnodigen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hè, en zou u met heel veel mensen daarbij in het zonnetje worden gezet. Maar ja, en de gemeente wil dat heel graag ondersteunen door u dit jaar de vrijwilligersprijs voor Bussum van de gemeente Gooise Meren te geven, namelijk de kleine Johannes. Ik zou u heel graag de hand drukken en het u uitreiken. Dat gaat allemaal niet, maar u mag het zelf pakken. Het staat voor u klaar. Kijk eens aan. En u krijgt er ook de oorkonde bij. Zo. En misschien dat u ze nog even goed voor de camera kunt houden. Hartstikke lief, hartstikke leuk. Ik vind het ontzettend leuk om je te mogen toespreken. Omdat je de vrijwilligersprijs van de kern van onze gemeente Muidenberg hebt gekregen. Althans, je hebt hem nog niet. Ik ga hem zo aan je uitreiken. Ja, was die smile genoeg? Ja. En met de complimenten. Dit is een fysieke uitdrukking van de waardering. Dat begrijp ik. En daar hoort ook nog een oorkonde bij. En die moet je natuurlijk inlijsten. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou. Ik ben perplex. Beste Ingrid, beste Marga, het gemeentebestuur van Gooise Meren, en daar ben ik onderdeel van, heeft een enorme waardering voor allerlei inwoners die zich heel hard als vrijwilliger inzetten. En wij reiken niet één vrijwilligersprijs uit, maar misschien wist u dat, maar wij reiken 4 vrijwilligersprijzen uit elk jaar. Aan Muidenberg, in Bussum en Naarden. En als lokale afdeling, als een hele actieve lokale afdeling van de Zonnebloem. Dus dat is alle reden om jullie in het zonnetje te zetten. En helaas schijnt het niet. Gaan we ook nog even de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Ja. Maar jullie krijgen in ieder geval van ons de Muidenroemer dit jaar. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Ja, en dank jullie wel. En dan gaan we nu over tot de prijsuitreiking. Ja, en er hoort ook nog een officiële oorkonde. Ik weet niet of u mij kent. Ik ben Alexander Luiten, wethouder sport, loco-burgemeester. En ik ben niet voor niks wethouder sport. Nou begin ik even over mezelf, maar daar gaat het natuurlijk uiteindelijk helemaal niet over. Ik wilde graag wethouder sport worden omdat sport zo belangrijk is. En omdat het verenigingsleven dat daarmee verband houdt ook zo belangrijk is. Het verenigingsleven waar eindeloos veel vrijwilligers bezig ben geweest. Uiteindelijk in het belang van de gemeenschap. Namens het college van Gooise Meren ontzettend bedankt voor al dat werk dat u voor de gemeenschap heeft gedaan. Ik mag u vanwege de omstandigheden dit niet uitreiken, maar u mag het wel pakken. Daaronder ligt een oorkonde. Dus zeer bedankt. En ik hoop dat we met z'n allen nog veel jaren van u mogen genieten. De club in de eerste plaats, maar de gemeenschap ook. Dank u wel. Ja. Ik zou zeggen, grijp hem. Ja, dat met een zeer arm, maar goed. Hartelijk bedankt. Ja, wel verdiend zou ik zeggen. Ja, dat is wel voor oefeningen.
gelukkig nieuwjaar.